Yo mensen, welkom bij weer een gloednieuwe video. Ik sta vandaag op de hertgang, want ik ga een potje FIFA spelen en voetballen tegen een van de spelers. Jullie zien hier al, alles wordt opgebouwd. Maar zoals jullie zien zijn de jongens buiten nog bezig, dus het is even wachten tot ze klaar zijn. En dan gaan we gelijk beginnen. We zijn klaar, omgekleed, staan op het veld. Marco, weet je ongeveer wat we gaan doen vandaag? Nee, ja, ik zie ballen liggen, maar verder weet ik niet. Maar ook het FIFA gedeelte? Dat heb ik gehoord. Speel je het FIFA? Niet veel. Kijk, daar heb ik dus dit op verzonnen. Ik denk van ja, FIFA is meer mijn ding. Het schijnt dat jij iets beter bent op voetbal. Ja, dat denk ik ook wel, hè? Ja, dus we hebben allebei 10 ballen. Elke keer als je een bal raakt, mag je een beter team. Dus elke bal die je raakt is 1 ster erbij. Oké. Dus het wordt waarschijnlijk dat jij 5 sterren, ik 2 sterren. Zo. We gaan het zien. Ja, hoeveel ga je raken? Hoeveel ballen? 10? 10 ballen. Ja. De helft. De helft, 5 ook? Nee, ik hoop het. We gaan het zien, joh. Ik hoop 4 of 5. Moet je nog warm trappen? Nee. Oh, kom maar. Ik ben nog warm. Oké. Begin jij? Ja, jongste eerst altijd. We doen altijd hoe oud ben je? 24. Dat haal ik niet. Huh? Dat haal ik niet. Wat nou als ik hem meer raak dan jij? Wat gebeurt er dan? Ja, dan mag je een beter team uitkiezen, toch? Oké. Haha, hoppakee! Altijd de druk is wel echt even nog wel lekker, hè? Nee! Hij weet dit niet, hè? Oh! Ik sta hier al 3 uur te oefenen, hè? Hij raakt hem! Je hoort het, hè? Je hoort het, hè? Ja, je kunt niet liegen! Je hoort het, hij raakt hem! Hij raakt hem! Niet slecht! Run! Hij kunt op, hè? Ik was ballen halen. Wacht, die vierde nog. Heb je ooit wel eens gedaan? Gewoon naar binnen, of niet? Ja, kijk. Kijk, ik ben ermee onder druk. Ja, dit is wel mijn hoogtepunt in mijn carrière, moet ik zeggen. Ik heb wel vertrouwen, maar dit... Ja, kunnen we, of niet? Ja, je mag. Ja, ga maar. Maar eerst even eentje oefenen of niet? Wil je dat? Ja, oké, prima. Even voor het gevoel. Ja, nee. Oké, dat is te hard. Oké, prik. Je had de eerste ook mee. Ja, ik wist het even. Oké, midden. Hoor je het? We tellen er, ja, we tellen er van mij op. Eentje bij de kern nog, hoor. Dit is de video met het hoogste niveau ooit. Ja, ik heb maar 1 bal nodig, hè. Zo? Ja, maar 105 bal. Maar ik heb het hoogste wat kan, hè. Zo, ja, maar ja, dan pak ik ook een 5 sterren, toch? Je weet niet wat er nog komt. Maar dan gaat het om de eer, hè. Oké. Okay. Nee, is goed. Op de stel. Kom maar. Run. Gaat gewoon door, joh. Moet ik nog verder? Ja, goed. Ja? Nou, voor 9 uit 10. Ik maak er ook 5. Kijk, top. Ja, de druk is eraf. Kijk, top. De druk is eraf. Kijk. Geen power meer. Oh. Top. Anders 4 sterren, wat ben ik dan? PSV. Ja? Je krijgt nog een kans van me. Ja? Ja. Om het om te draaien. Het is 5-4 van mij, dan wordt het 5-4 van jou, maar wel met je zwakke been. Heb je een zwakke been of is het niet je zwakke been? Ja, zelf wel. Nee, maar kun je een beetje links? 1 kans, hè? 1 kans. Dus dan heb ik... Dan heb jij 5 en ik 4. Run. Nee. We gaan met voordeel van het veld, dit had ik ook niet verwacht. Kijk, 4 sterren kan ik kiezen. Ja. Ga je voor PSV? Zijn jullie 4? Speel je ooit? Je speelt wel ooit, zei je toch? Ja. Maar wat is ooit? Maar dan wel dit of Ultimate Team. Of iets anders. Tegen elkaar. Hoe jij is wat dan? Jij wil me kennen, man. Hè? 4 sterren, ja. Ik zou dan van PSV kiezen. Ja? Ja, joh. Ja, Dortmund is 4,5. Dat vind ik, ik speel ook met Dortmund. Gereed. Ready?
Oké. Okay. Gaat Roman al jou opzetten? Je gaat gewoon een soort van wildcard inzetten. Tuurlijk, ik ga maar wel helpen, joh. Ik ga wel op middenveld, toch? Of niet? Wat speel je het liefst? 4-3-3 of? Ja. Ja? Of 5, achterin. Ik ben niet zo goed, hè? Sorry, Luc. Als je kijkt, ja. Pereira, hij moet wel boven. Op de bank. Maar je kiest jezelf boven Bart. Ja, tuurlijk ga ik erin. Sorry, Bart. Ga ik scoren? Ja, dan gaan we het zien. Ja, weet ik veel, joh. Ja, succes, in ieder geval. Je moet nu wel, je hebt wel de richting zetten, hè? Tegen Dortmund, oh shit. We zijn los. Kom op dan! Ga je ook, ga je ook mensen de schuld geven als ze het fout doen? Bal bezit! Hup! Hier, balletje verginkel. Oh, jammer. Maat. Druk. Ik zou hem missen, hoor. Nog geen goede bal afgeleverd, die verginkel. Hier, is die ook in de middenlijn overheen. Ramen. En nu moeten we oppassen. Ramen, hier. Alba! Alba! Oh! Weer Arias. 10 minuten nog, 0-0. Je bent goed bezig. Heb je ooit FIFA 17 gedaan? Nee. Nee? Hoe kan dit nou? Ik dacht dat jullie dat altijd allemaal deden, joh. Kijk, goeie bal. Nee, joh. Nee, joh. Hier! Oeh, Piszczek, dank u. Heb je niet ooit, omdat je bij Chelsea zat, heb je nooit in zo'n face gezeten? Ja. Jij zit echt erin, toch? Ja. En je hebt nog nooit... Zie je dat niet aan mijn hoofd nu, ja, wel? Als je je close-up krijgt dadelijk wel, dan moet het als voor mij lijkt echt, hoor. Ja? Zeg het anderhalf jaar geleden of zo, ja. Zeg je dat dan ook tegen die rest van, hé, jongen, kijk hoe lelijk jullie zijn. Kijk hoe ik eruit zie. Maar verder volgens mij. Ik niet zo vaak spelen. Nou, oké. Okay. Volgens mij zit er verder buiten jou denk ik niemand in. Nee, volgens mij niet meer. Oh, daar gaan we. Oh, wat gaat hij goed rond. Marco Reus kan ook wel voetballen. Hier Arias, gast. Hier, diep. Oh, nee joh. Dit ben je zelf. Ja, dit is niet zo snel. Ja, je bent niet zo snel, jongen. Jee, 16 was beter. Kijk je daarna, als je het down weer hebt, als je het eerst. Vroeger, ja. Ja? Echt? Ik zou wel even bellen naar je, joh, als ik heb even twee ratings lager heb gemaakt. Van jongens. Ik ben 77. Dat is genoeg. Hè? Je ziet ook waar je corner lijkt, zeg maar. Ja, je ziet daarom. Het stipje. Dus kan ik gewoon heen lopen. Zo zoet, ja, dat lijkt toch helemaal niet? Nee, ja, dat is. Denk je dat je eigen spel in zich werkt? Dat voor FIFA? Ja. Is dat iets dom, ja? Oh, echt waar? Oh. Nee, maar ja, de kat toch? Oh, nee, joh! Kom op. Naar binnen. Toch wel. Oh, nee! Joh! Dit is de eerste schot van de wedstrijd, man. Top zeg, hè? Oh, jongen. Stevie Bergheim. 0-0 met een goede kans. Ja. Schoten op doel. Oh. Het is wel leuk, man. 3 schoten in de hele wedstrijd. Daarvoor komen die mensen allemaal naar het stadion weer. Kijk, hier steekbal. Oh, dit is niet goed. Goed verdedigd. Hij komt er niet meer over, hè? Oh, nee. En jongen, bal. 1 keer en dan gaan we. Oh, wat doe je nou? Oh, zoetje. Oh, wat een inzicht, hè? Opeens komt die keeper daar. Dat hij niet. Nee, dat mag ik niet. Hé, het is goed. Hey! Ja, vrije trap kan ik niet, moet je even helpen, hoor. Oké, ik schiet gewoon. Ja, wedden dat deze ring gaat, dan zullen we dan zien, hè? Doe nou niet alsof ik heel slecht ben. Nee. Ik gewoon van matje. Ja, tuurlijk. Andres, ja? Oh? Normaal gaat hij toch naar de hoek. Ja, dan moet je naar mee. Ja. Oh, dit is... Nee, joh. Nee, joh! Oeh! Hey! Oh, dat is jammer, dit. Die wou ik niet. Oh nee, wat doe ik? Maar echt wat! Ah! Is even wat padje. Even wat padje. En dan weer tussendoor. Even wat padje. En dan diep daar. Oh, jongen. Piszczek redt me echt. Oh! Ja, dat is zoet. Wie is je beste directe tegenstander die je ooit tegenkwam? In het echt? Ja. Of doe je qua FIFA? Nee, in het echt. Ja, qua FIFA ben ik het. Ziel, denk ik. Hebben we dat tegen gespeeld? Ja, die kan wel voetballen, ja. Kom op, nee, dan joh. Zelf! Nee, joh! Nee! Nee, joh! Oh! Ver op, man. Okay. Kijk hier dan! Oh, wat een lekker koppie ook. Oh! Paniek. Maar normaal gaat hij dan gewoon in de hoek. Counter, ja. Vieze counter gaan we naar achterlopen. Oh, dat is een hele slechte paas. Hij komt er ook niet meer uit. Nee. Hij geniet, hè. En weer terug. Nee, joh! Oeh, nee. Schoot je wel zelf? Ja, maar dat is slecht. Doe je trui maar uit, hoor. Dat is zo niet te denken. Die handjes, joh. Nee, jongen. Verdediging. Schiet dan. Oh, wat een verdediging. Ja, schiet, man. Ja, dat wou ik. Nee. Hoe is het? Nee, joh. Oh, 90. De hele wedstrijd.
Kijk hem dan. Kijk hem dan. Niks te vertellen. Oh, Brenet. Oh, Josh. Niks te vertellen. Hoe doe je dat ook weer? Aanvallend. Ja, ultra aanvallend. Je heet er ook al in pompen. Nee joh. Nee joh. Nee joh. Ja, ik weet niet of je Davy vandaag nog ziet. Maar ik zou hem dit niet kwalijk nemen. Wat doet hij dan? Nee. Jullie denken, wat is dat voor tactiek, hè? Maar ja. Ik ben wel... Ik ben onder de indruk, hè? Ik ben onder de indruk, maar ik ben ook vandaag heel erg geholpen door... ik weet niet door wie, maar ik wil die persoon bedanken. Jawel, jawel. Oh, jongen. Ja, dit is echt niet normaal. Ik vond dat je het goed hebt... Wow, dit kunnen mensen niet voelen. Ja, de mensen kunnen dat ook niet voelen. Nee, ja, ik vond het mooi. Ja, ik vond het een mooi potje, maar ik baal wel, hoor. Ja, je hebt het ei verloren op het veld. Ik was gewoon, in vorm. Ja, als jij het betere team had gehad, had je waarschijnlijk al gewonnen. Ja, en nu maar kon ik alsnog winnen. Ja, zelfs nu al. Ja, toch bedankt voor vandaag. Het is niet jongens, het is niet Marco anders. Was gewoon veel beter. Eerlijk? Het is ook belangrijk. Hey, dankjewel mensen. Doei.